Als je de behoefte hebt, en je weet het is voor een one night stand, ik zei het al, ik ben heel open-minded wat bepaalde dingen betreft. Mm-hmm. Omdat ik vind, mannen zijn jagers, je gaat het nooit helemaal uit ze kunnen halen. Okay. Maar laat me er alsjeblieft geen last van hebben. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Gilly's Loveline. Nog leuker als je op het vind ik leuk knopje drukt. En abonneer op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan laat je de algoritme weten van, hey, mensen vinden het leuk. Wat YouTube dan doet, die gaat het aanbevelen aan andere mensen. Zo van, hey, misschien vind je dit leuk. Heel veel keer het woordje leuk gebruik en het gaat niet stoppen. Want naast mij zit een van Suriname juwelen. Ze heet Gil Eyck. Ze is presentatrice, journalist, schrijfster. Maar vooral een leuke vrouw. Ah. Leuke vrouw, welkom in Gilly's Loveline. Hi Gilly. Leuk dat je er bent, Rasiza. Ja. Check, ik heb net opgezomd wat je allemaal doet. Maar ik denk, als ik naar je kijk, dat vooral jouw persoonlijkheid is wat de harten van de Surinamers verovert. Denk je dat? Het is wat het bij mij doet. En ik denk, dan moeten andere Surinamers dat ook hebben. Oké, maar dat hoor ik dus vaker. Maar zelf snap ik het eerlijk gezegd niet. Echter, je snapt het tot nu toe niet? Nee, omdat... Ik ben toch gewoon als jou. Maar Luku, we hebben net even gesproken, toch? Laten we eerlijk zeggen. Yunyame is de, Minyame is de apart. Okay. Ja, ja. Misschien kunnen we het een keer samen doen, maar goed. Yunyame apart, mi apart, we zitten hier. Maar ook bijvoorbeeld gisteravond zal je gezien hebben dat jouw persoonlijkheid aantrekt, toch? Ja. Ik had het er vanmorgen over met een vriendin van me die ook op het feestje aanwezig was bij Minyaming. We hadden het erover dat de mensen best wel keken van, maar dat is Gil. Mm-hmm. Weet je? En ze zagen me helemaal losgaan. Toch? Maar ik ga los wanneer ik in mijn eigen, in een veilige omgeving voor mij ben. Okay. Eigenlijk wil ik het liefst overal losgaan, maar door de jaren heen. Dat toch je gehoord in zo'n rekening een beetje van, je moet toch wel een beetje letten. Want mensen kijken naar je, toch? Ja. Maar wat is dat, Gil die losgaat? Hoe ziet dat eruit? En jij bent ook vrij, hè? Dus ga los hier in Gilly's Loveline. Is uitbundig dansen. Oh ja. Ja, ik kan dat ook. Mooi man. Zingen, weet je, ik stoor me aan niemand. Mooi man, ja. Live, you live live eigenlijk. Ja, dat geniet ik gewoon. Mooi man, mooi, mooi. En het was dus zo'n avond, Peek, dat ik oké, ik heb het overleefd. Want dat zijn de leukste avonden. Ja, ik wist dat ik het zo overleefd. Ik ben wel wat gewend. Nee, leuk man. Want om die persoonlijkheid is waar ik dacht van, ik wil Gil graag hebben in Gilly's Loveline. En Idoro, dus daar kan je mijn enthousiasme al inbeelden. Ja, ik heb een beetje gevoel. Hey, ik heb je hier uitgenodigd om te praten over de liefde. Alles wat daarbij komt kijken met al zijn mooie en zijn nasty ass kanten. Je weet wat we doen hier in Gilly's Loveline. En gewoon een eerlijk gesprek. Want kijk, we zijn geen experts, maar tegelijkertijd zijn we experts over de liefde. Want iedereen heeft zijn ervaring, goed of slecht. Teleurstelling, blijdschap, verdriet misschien. Zegt het je allemaal wat ik hier omschrijf? Heel veel. En je bent een schrijfster, dat zegt me al heel veel. Ja. Dat betekent dat je in jezelf gaat. Misschien soms maak je een beeld van mensen, want je schrijft romans. Je hebt een roman geschreven, toch? Ja, dat is ook eigenlijk alweer? Een autobiografie. Toch wel, maar je hebt het verborgen onder een roman. Het ging over jou? Het ging over mij. Hoe heet het weer? Tranen voor mijn horizon. Tranen voor mijn horizon. Ja. Klinkt als een persoonlijk project dan. Het is een persoonlijk project toch? Geweest. Mm-hmm. Eigenlijk zeg ik geweest, omdat de dingen die daarin staan, die zijn zo goed als achter me, zeg maar. Mm-hmm. Ik pluk nu de vruchten van wat ooit tranen zijn geweest. Dus ik heb het, mooi hoe je dat omschrijft. Ja. Want ik heb het niet gelezen, maar ik heb wel stukjes van meegekregen omdat ik je over heb horen praten. Ja. En dan hoor je, het eindigt mooi, want je plukt de vruchten ervan. Maar je hoort ook trauma en verdriet, teleurstelling, alles wat ik net omschreef. Hè? Ja. Wat ging over jou? Het ging over mijzelf. Uh-huh. Was je daar vanaf het begin open over? Want je hebt het verwerkt in een personage, Gloria Reker, toch? Sang? Hey. Research. Ik doe research, ja. No, maar Milo, ik was geïnteresseerd. Ja. Ja. Gloria Reker, klopt. Gloria is trouwens mijn tweede naam. Oh, daarom. Ja, toch? En ik dacht, die naam ik. Een hele tijd was ik niet trots erop om die naam te hebben. Waarom? Dus wilde ik er een positieve vibe aan geven en heb ik er Reker van gemaakt. Mag ik vragen waar dat mee heeft te maken, waarom je niet trots was op die naam? Het is eigenlijk een heel verhaal, heeft met mijn jeugd te maken. Het was een kwestie van niet weten waar je thuis hoort. Verdiende ik het wel om die naam te dragen, want ik heb het bloed niet, zeg maar. Oh,
op die manier. Zoiets. Dat ja, is ja, een heel ingewikkeld vraag. Ja. Je zou daar nog een uitzending aan kunnen doen. Ja. Hey, hier praten we vrij hoor. Maar ik kan dan een beetje invullen dat het heeft te maken met erkenning en geen erkenning en al die dingen. Ja. Ja. Oké. En daar hebben we dan nu over. Maar ondanks dat alles, en dat zijn die vruchten denk ik. Ja. Kom je over als een zelfverzekerde vrouw nu, een vrouw die zichzelf kent? Dat verhaal, maar dat is de hele tijd niet zo geweest. En ik denk persoonlijk ook dat dat ook voor een heleboel teleurstelling heeft gezorgd in het verleden. Want als je jezelf niet kent, dan kan je eigenlijk ook niet verwachten dat anderen je kennen. Het gaat altijd botsen. Sorry hoor. Gilly's Loveline, een real platform. Moet ik aan de forma even. Ik heb die forma iets gevraagd. Maar ik, Jeff, kan dat omhoeven, want dan ben je Japanees. Ja, ja, ja. Dankjewel, hè. Gilly's Loveline in Suriname is een beautiful thing. Nee, maar je was mooi aan het vertellen over, en ik vulde het al in, hè. Je geeft me een beetje en ik wist al gelijk wat je bedoelde. En inmiddels ben je een zelfverzekerde en sterke vrouw. Ja. En al een tijdje, zeg je? Al een tijdje, een tijdje. Begon met dat boek. Je zei een tijdje heb je ermee gezeten. Ik heb een hele ik heb jarenlang ermee gezeten. Mm-hmm. En eigenlijk was het, als ik nu terugkijk en ga analyseren, was ik heel erg op zoek naar mezelf. Naar wie ik was, waar ik thuis hoorde. Mm-hmm. Weet je, je zoekt een plek, een homecoming place. En tot ik op een gegeven moment ging beseffen dat die homecoming place in me was. Mm-hmm. Dat ik het daar moest vinden. Dat ik, weet je, en nu heb ik het wel gevonden. Ja, ja, ja. Dus nu heb ik echt zoiets van... ik ben hier, dit is wie ik ben. Ik ben trots erop. Ik ben zeker niet de perfectste, dat is niemand. Mm-hmm. Maar met al mijn imperfections denk ik dat ik wel een hoe noem je dat? Een vijkarasani. Takje in straat aan tongen, dat we begrijpen je. Nee, maar je weet soms dag die woorden doorkruisen elkaar. Ja, nou komen we zo meteen erachter. Wat ik me dan afvraag is van, was dat nog tijdens dat je op camera's te zien was, dat je nog niet jezelf had gevonden? Yeah. Ja, ja, ja. Want dat vind ik mooi, want misschien mensen kijken naar je en denken zo, Loeke, zo'n tof vrouw, maar jij zit met je dingen terwijl je daar zo wordt Klopt, het was nog, bewonderd. Het was nog eigenlijk op het hoogtepunt van mijn carrière zelf. En in mijn boek heb ik daar ook een moment aan gewijd om daarover te vertellen van... Ja. Mensen keken elke dag om 5:00 naar In de Branding toe. Ja. Toch? Maar ze wisten niet dat ik doodging van binnen. Weet je? Ja. En ik heb heel wat moeten overbruggen om uiteindelijk nu hier te zitten en te zeggen van hey, weet je, whatever comes, it comes. Ja. Ik ben nu gewoon dankbaar voor alles wat er gebeurt. Mm. Of het nou min is of plus, want ook voor die minnetjes moeten we dankbaar zijn. Ja, 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 true that, want dat is wat je vormt, toch? Ja. Ja, oh mooi man, dat je ziet, maar dat is belangrijk om aan te halen, dat wanneer mensen kijken naar televisie of ze kijken op naar iemand, je weet niet waarmee iemand zit en waarmee iemand, dus waar je denkt van Saan, diegene heeft het zo goed. Nee, diegene nee. is zo perfect. Was ik diegene maar. Ik ben heel je weet vaak niet wat aan de achterkant gebeurt. Heel vaak door een mentale depressie gegaan terwijl ik op tv ging. Heavy. En niemand zag dat gewoon. Alleen mijn close vrienden wisten dat. Ja. En een keertje heeft een hele goede vriendin van me, die inmiddels is overleden. Mm-hmm. Dat was ook een van mijn beste vriendinnen, zeg maar, Thea Valk. Ze leerde me een keertje, ze zei van, it gets colder when you reach the top. Mm. Omdat mensen het steeds minder gaan begrijpen. Ja, 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 ja. Weet je, want jij verandert ook. Ja. Het moment dat er succes komt, want men ziet jou als succesvol. Mm-hmm. Weet je, maar wat is succes? Precies, is wanneer perceptie, hè? Ja, wanneer studenten naar me komen, want soms moeten ze scripties maken over succesvolle personen en ze kiezen dan mee. Ja. Ik heb tal van studenten gehad die dan bij me komen en dan vraag ik ze altijd, maar waarom kies je mee? Ja. Wat geeft jou het gevoel dat ik succesvol ben? Mm-hmm. En toen zeiden ze, maar u bent succesvol. Ik zeg, voor jou. Ik zeg, misschien zie ik mezelf niet als succesvol. Mm-hmm. Dat is een relatief groot begrip. Zie je jezelf vandaag als succesvol? Als ik moet stellen dat ik mezelf heb kunnen overwinnen om mezelf te vinden, dan ben ik succesvol, Vandaag toch? Wel. Dus voor jou ben je succesvol? Vandaag wel, Je hebt een beeld van, look, die koffer. Dus hoeven niet speciaal over money te praten, maar misschien bepaalde dingen die je moest overwinnen. Die ik heb bereikt. Voor jezelf ben je succesvol. Ja. Oké. Okay. Wel leuk dat je eerlijk zegt van, look, tijdens dat ik al zo geel was, was ik geen geel. Nee, heel lang niet. Ja, ja.
Dat is pure zelfliefde waar we het over hebben eigenlijk op dit moment. Heel lang niet. Ja, ja, ja. Oké, mooi. Dus ik ben je op een goed tijdstip tegengekomen. Je bent het meestje zelf nu. Ja, je bent me op het beste tijdstip tegengekomen. Toch? Oké, mooi. Well, nice to meet you. Ja, thank you. Nee, mooi man. Kijk, we zitten in Suriname. Prachtig, mooi, heerlijk. Ik wil jou een paar dingen vragen als vrouw die dingen weet, veel heeft gezien. Verslaggever, dat betekent je gaat hier, daar. Ja. Je komt verschillende mensen tegen. Dus jij bent ook gegroeid als mens en mensenkennis zal je wel om in hebben. Ik wil een paar Surinaamse, laat me het noemen, een paar Surinaamse verschijnselen behandelen. En dan wil ik ze neerleggen en dan wil ik het met jou erover hebben. Misschien sommige dingen moet je me uitleggen. Oké. Okay. Want luku, wala mala nasranama, mina wasranama toe. Maar het is zo dat ik ben dan even daar, in dit geval Nederland. En jij zit vooral hier. Dus jij kan me sommige dingen beter uitleggen. Of een beter beeld geven van dingen. Ja? Dus ik ga een paar dingen aanhalen waar ik het even over wil hebben. Ja, dan? En dan wil ik dat Gail van vandaag daarop antwoord geven. Of misschien uitleggen. Misschien kan je het niet uitleggen. En dan ondervinden we samen hier aan tafel hoe het wel of niet zit. Bijvoorbeeld, wat ik heel mooi vind, dat je in Suriname nog steeds een vrouw kan aanspreken, kan complimenteren. Want bijvoorbeeld in Nederland, en terecht hoor, is het problematisch als je een vrouw, hey, dame, zus en zo, weet je. En nogmaals, ik zeg het terecht, ze noemen dan catcalling, hè? Dat je een vrouw naroept en dingen roept, dat je bijna niet meer durft. Om een vrouw een compliment te geven. En I get it, want het zijn de mannen die het hebben verpest. Die mannen die lastig vallen en zo. Maar tegelijkertijd, vooral Surinamers, hebben eenmaal die vibe van, ik zie iets, ik wil het kenbaar maken. Ik reageer. En de meesten doen het op een leuke manier. Ja. Sterker nog, waar een vrouw positief op reageert, van je maakt de dag bijna van, hé. Hey. En Sami loopt voestranang. Het maakt niet uit als ze dun, dik, biggiebillen, chimbillen. Zelf vrouwen met chimbillen lopen alsof ze biggiebillen hebben hier. Dat maakt Suriname zo mooi hier. Nee, maar ze waarderen het hier. Klopt. Voor het grootste gedeelte. Klopt, toch? Ja. Kijk, daar wil ik het over hebben. Ik ben blij, want dan ben ik hier. En dan zag ik een situatie. Dan dacht ik, hey, ik heb het gemist, boy. Dat heb ik gemist. Hier kan je nog steeds een vrouw een compliment geven als ze langsloopt. In Nederland of ook op andere plekken wordt het gelijk catcalling, weet je. Laat vrouwen met rust. En absoluut waar. Maar als je het op een goede manier doet, met goede intentie. Hier is dat normaal. Maar stoort dat je? Nee, net wat je zegt. Ik vind het als iets Surinaams. Het hoort bij Suriname. Toch? En ik heb het ook wel vaker gehad. En ik kan er soms echt om lachen. Wat zeggen ze? Het leukste, en ik heb het altijd onthouden, toen was ik een heel stuk jonger natuurlijk. Ik reed nog fiets. Mm. Maar ik heb het altijd onthouden. Maar dan heb je een idee hoe lang geleden dat was. Ja. Ik heb het echt altijd onthouden. Nooit vergeten. Ja, ik reed op de fiets. En je weet, er kwam zo'n auto een beetje naast je rijden. Een beetje, paard minderen. Ja. En in het eerst werd ik er ongemakkelijk van. Oh, dus toch wel een beetje. Ja, in het begin. Van, waarom rijdt die man zo? Ja. Weet je? En toen zei hij, dame. Dus ik keek. Hij zei, ik wens wel dat ik dat zadel was hoor. Toch? Ik kwam niet bij. Je kon het waarderen. Hij had mijn dag gemaakt. Hij had mijn dag gemaakt. Maar ik vond het leuk. Dus ik dacht, hoe komt hij erop? Ja. Nee, ik vind persoonlijk. Het is trouwens. Een man is een jager in mijn ogen. Ja. Een man is een jager. Hij gaat het blijven doen. Mm-hmm. Of het nou op straat is, waar hij je ontmoet, of op social media. Ja. En het moet kunnen, maar het moet wel zijn grenzen hebben. Toch? Want ik kreeg ook een heleboel berichten in mijn inbox bijvoorbeeld. Oh, deel met me. Ja. Heb je telefoon bij je? En als je die berichten krijgt, weet je, als het is van goeiedavond, Gail, alles goed. Mm-hmm. Ik ga altijd antwoord geven. Of je wel zoekt of niet, ik vind je kan beleefd op me. Hey, weet je wat je doet met zo'n man dat je beantwoordt? Ik geef ze antwoord. Je geeft antwoord, hè? Ik geef ze gewoon antwoord. Maar als je me een foto stuurt van je penis een met boegroes. Met boegroes bij, dat wordt tof. Ja, dan denk ik, hè? Weet je dat? Maar Gil, code eerlijk. Maar je kijkt wel even. Met Luko. Je kijkt even van, hè? Hè? Ja, ik sta met Luko, toch? Met Luko, maar ik heb blok. Ja, je blokt dat wel. Oké. Omdat ik vind, je hebt geen respect. Ja. Weet je, dus, ja, ik heb dat nooit begrepen. Ja, dat gaat net een beetje te ver. En dat ik zo een foto maak van mijn penis en... Kom, Senegi Gil, Jera. Pam! Ik heb dat nooit begrepen.
Hoe, kan je voorstellen dat Gil dan zegt van, hey, hallo, hoe gaat het met je? Niet eens alleen dat, hè. Ik heb mannetjes standjes zien in mijn foto's. Eh? Om me te laten zien. Ik dacht, waarom? Wat is dit? Zetten sommigen ook hun gezicht erbij? Ja, met gezicht. Dat is kennis. Dat is echt, ja, dat wil je echt. Ja. Dus, ja, dat dus Gil's Rift in ontvangt dick pics. Ja, niet een beetje. En aan een one noemen. Met boegroe. Shit. Soms ik zo op straat lopen, ik heb jou gezien. Hi boy. Loco, Srana Ude. Dus we hebben het over dick pics, maar dan met boegroes. Ja. Dat ik het al nooit lekker zien. Trouwens, boegroes, even voor de mensen die kijken en denken, wat is een boegroe? Wat is een boegroe? Dus wat ik heb begrepen hoor, ik heb zelf geen ervaring ermee. Maar ik heb begrepen... We praten hier eerlijk, hè? Ja, okay. Nee, ik heb echt geen ervaring ermee. Maar ik heb begrepen, het zijn balletjes die ze in hun voor- of andere voorhuid plaatsen. Ja. Vroeger gebeurde het meer in de gevangenis. In de gevangenis, ja. Dat de krabben zijn je tandenborstel, maken ze een bal zoiets ervan. Heb ik gehoord. Ja. Maar ik heb begrepen dat men het nu ook gewoon zet. Ja, gewoon. Dat er plekken mondo, zijn waar mensen... Heb je vriendinnen die seks hebben gehad met een man die een boegroe heeft? Want het idee is dat dan het bloed gaat stromen en dan draait er een bal in die penis wat jou nog meer plezier zou moeten geven als een vrouw. Heb ik gehoord. Net als jou, heb ik gehoord. Ik heb mijn vriendinnen eerlijk gezegd. Heel eerlijk, ik heb vriendinnen, maar... Je hebt een vriendin daar zitten. Ja. Weet je, ik zou een boegroes dame. Ze lag heel wild. We gaan gewoon zeggen ja. Heb je het ooit meegemaakt? Ja, is je toch hip? Piep. En is het extra? Kijk die glimlach. Het zegt, oh. Ze zegt nee, is niet speciaal. Dus die man verminkt zichzelf en het is het niet eens waar. Oké. Dame daar heeft ervaring met een boegroe. Ja. Jij niet, dus oké. Okay. Ik heb alleen ervaring met Magnum. Magnum? Nou, lekker cameraman van mij. Dat one tak, boom. Look hoe, am I shake. Hij zit daar met een statief, maar hij zit met nog een statief daar. Maar ik vind het grappig, want gisteren zei ik het aan een man in de bar waar we waren. En hij zegt, maar het is voor man. Ik zeg, nee hoor. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, het werkt ook op vrouwen hoor. Oh, maar wat is Magnum? Ik dacht dat we over iets anders hadden. Wat is Magnum? Het is een drankje. Oh, een drankje. We hebben het over andere dingen. En wat doet dat? Dat zorgt voor padel. Oh, en daar heb je wel ervaring mee. Ja, het regent. Oh, het regent heel heftig. Het regent heel heftig. Mooi. Zie je? Hey, als je in Suriname komt, kom correct, hè? Want je ziet wat die eentje kent boegroes, eentje kent Magnum. I'm ready. Cameraman, I'm ready. Je zit toch? Cameraman wil al Magnum gaan kopen. Oh nee, mooi man. Zeker bij elke Chinese supermarkt zie je het. Je vindt het is zo'n flesje met een beetje oranje-groene label. Okay. Magnum staat erop. Mooi, mogen looking. Maar ik zeg je eerlijk, hè? Ik ben zelf nooit van de middelen geweest. Ik zeg altijd, Luku, je kan 5 minuten krijgen of 50. We gaan er beide achter komen. Persoonlijk ik ook, maar tot ik ontdekte, die Magnum dronk ik per ongeluk. Toen zag ik dat bijwerkingen aan. Nou, oh, wacht even. Jij drinkt die Magnum en dan gaat het regenen. Ja. Nou, pas me volle. Gail, ik ga anders naar je kijken. Mami Lobbing. Oké, okay, nu pas volg ik. Is het ook voor Manningre dan? Ja, ook mannen. Ook hij kan regenen of jij kan regenen? Beide. Mille Sanina Kondreja, jongens. Ik ga langer blijven. Nou, oké, Magnum. De man is sponsor niet, maar het is interessant genoeg om te zeggen, we gaan het onderzoeken. Een research. We zijn journalist. Dat was research waarschijnlijk, toch? Was research. No broer, was research. Oké, zie je? Leer Sanni. Mooi, mooi, mooi. Nou, typische Surinaamse verschijnselen wilde ik benoemen en dan kijken we ernaar. Ja. Yeah. Nog eentje. Misschien een beetje taboe om over te praten, maar is ze onderdeel van de Surinaamse maatschappij. Kijk, overal ter wereld heb je natuurlijk buitenechtelijke relaties, hoe noem je dat? Maitresses en dat soort dingen. Ja, smamang. Smamang, maar de mooiste titel die ze eraan geven, de buitenvrouw ja. En de buitenman.
Vertel me over de buitenvrouw en de buitenman, want dat bestaat nog. Is ook, soms is het ook gewoon vrij normaal dat een vrouw weet, hij heeft een buitenvrouw. Kan de aan het takking, maar het wordt gedogen of van ja, ade. Nu noemen we het smamang. Smamang, buitenvrouw en buitenman is eigenlijk... Is de oude titel, ne? Is de oude titel. Ik loop achter. Ja, het is smamang. Smamang, ja. Smamang of smasani. Smasani, maar ook trots zeggen. Ja. Milop smamang. Je hebt mensen, zelfs op social media zie je dat. Ja, ik zie, ja, klopt. Ik zie het voorbij komen, ja. Smasani, je lin smasani. En of mikke... Hoe noem je het? Barbari. Barbari. Zo, want je leent, het is niet van jou. Er zijn regels. Ja, er zijn regels je moet verbonden. Weten, je leent, het is niet van jou. Ja. Toch? Ja. Dus ga geen claim erop zetten en zo. Dus ja. Eigenlijk ben ik persoonlijk, maar dat komt vanuit mijn eigen ervaringen. Mm-hmm. Ik ben nooit de heilige geweest, dat zal ik direct zeggen. Mm-hmm. Maar ik heb toch wel bepaalde principes. Ja. Ik heb één keer... een relatie gehad met een man, die een geen getrouwde man, maar hij had een vrouw. Hij was in een relatie, ja. Ja. En het was een relatie van om en bij, zeg maar, nog niet eens een jaar. Maar het was wel genoeg voor mij om te weten dat ik nooit meer zo'n relatie wou. Oh, niets voor jou? Nee, het is niets voor mij, want ik ben wel een vrouw die van aandacht houdt. Ik ben wel een vrouw die... Dus het was niet principieel, het was meer van ik krijg niet genoeg aandacht? Ja. Maar dan moet je ook weten. Maar sowieso voelde ik me nooit... hoe noem je dat? Lekker erbij. Oké. Dus daarom zeg ik, het heeft ook, toch ook wel met prins. Want ik voelde me niet lekker erbij, omdat je weet, wat je niet voor jezelf wil, moet je ook niet met iemand anders doen. Maar dat is gewoon mijn denkwijze. En daarnaast kwam dus bijkijken, dat ik zag dat het echt niets was voor mij. Want dan, weet je moet maar wachten tot hij tijd voor jou heeft om te komen. Kan je voorstellen? Weet je, ik was al druk. Ja. Want met mijn werk, weet je, dus eigenlijk heb ik niets aan zo'n man. Ja. Dat is, en heeft een jaar geduurd voordat je erachter kwam? Ja. Ja, ja, maar ik was verliefd. En Magnum was in het spel. Dus. Nee, toen nog niet. Magnum was er nog dat niet. Dat kon later. Ja. Maar dat was het eigenlijk. Ja. En daarna heb ik bewust ervoor gekozen om nooit meer met iemand een relatie aan te gaan die in een relatie, die in een relatie zat. Ja. Zolang ik hoor, je hebt een relatie, dat was het voor mij afgedaan. Ja. Het is een keertje daarna nog gebeurd, maar die jongen had voor me gelogen. Oh, dat wist je niet. Ja, want dat is ook zo'n ding. Je kan ook onbewust een buitenvrouw zijn of een smamang situatie zitten zonder dat je het weet. Dus dat wist ik niet. Maar toen was het ook heel gewoon over. Ja. Ja. Maar shit hoor. Dus kijk, nou, jij bent voor sommige mensen ben je geel. Maar zelf jij krijgt te maken met dit soort situaties waarbij je zelf moet leren kennen en zeggen van dit ben ik niet. Maar je moet leren toch? Ja, je moet leren. Ik ben persoonlijk van mening dat, daarom oordeel ik ook niet makkelijk over situaties dus over dingen. Weet je, elk mens heeft zijn eigen wijze van kijken naar dingen. Ja. En omgaan met zijn ervaringen. Mm-hmm. Want dat zeg ik altijd. Ik had ook dat kunnen doen en kunnen zeggen van, maar ik vind het wel leuk, want dan ben ik vrij. Ja. Toch? En dan had ik er misschien voor gekozen om altijd een relatie te hebben met iemand die al een relatie... Dat het past. Ja. Dus ergens kan ik, want ik probeer me altijd de andere man schoenen te verplaatsen. Van, hoe zullen in plaats ze oordelen weet je? Dus ik zal nooit oordelen daarover. Mm-hmm. Maar ik zelf kies er niet voor. Ik wil het niet. Omdat ik gewoon vind van, ik weet hoeveel pijn het kan doen. Ja. Wanneer je partner van je uitloopt. Of ik weet hoeveel pijn het kan doen. Dus dat ga ik dan iemand anders ook niet aandoen. Mm-hmm. En ik zeg ook altijd, kijk met mijn partner nu. Ik heb hem ook altijd gezegd van, kijk. Als je de behoefte hebt. Ja. En je weet, het is voor een one night stand. Ik zei het al, ik ben heel open-minded wat bepaalde dingen betreft. Mm-hmm. Omdat ik vind, mannen zijn jagers. Je gaat het nooit helemaal uit ze kunnen halen. Okay. Maar laat me er alsjeblieft geen last van hebben. Ja. Toch? Hey, dat is real wat je hier zegt. Ja, laat me er geen last van hebben. Ik hoef het niet te weten. Ja. Ik heb altijd gezegd, ik heb liever dat mijn man naar een hoerentent gaat. Ja. Dan dat hij een buitenvrouw heeft. Mm-hmm. Want als hij naar een hoerentent gaat, om het grof te zeggen, dan gaat hij daar wat geld uitgeven. Uh-huh. En een beetje van een andere koekje snoepen dan hij gewend is. Ja. Maar hij komt dan weer netjes thuis. Je hebt er geen last van. Ja. Dus ik heb liever dat. Ik zal het niet simuleren. Maar mijn vriend weet het. Hij weet dat ik zo denk. Ik ben ook wel een keertje met hem naar een bordeel gegaan. En ik heb ervoor gezorgd dat hij een lapdance kreeg. En ik kreeg naar. Hey, Gil. Luku. Ik ben van respect, hè. Ik ben van respect en ik heb respect voor je. Maar ik wil bijna zeggen, als dat ding van jou en die man waarmee je nu bent, een taboe, ik hoop het niet, ik hoop dat het voor life is, maar wat taboe ga ik je komen zoeken.
Ik ga berichten naar je sturen in je box. Geen boegroefoto's. Nee, liever. Maar een mooie poëtische iets, want ik denk dat jij daarvoor gaat. Een mooie tekst zo. Want je beantwoordt altijd, toch? Ja, ik beantwoord. Nou, wat ik probeer te zeggen is, ik vind het tof. Ja. Want met al je ervaring, jij bent nu realistisch. Zeg maar, man, zolang je nog legim. Volgens jou, mannen zijn jagers. Dus doe je sani, sterker nog dan dat je emotioneel met iemand anders in ik de sani gaat. Ik last van. Jaren. En doe mij niet tekort. Dat is het enige, maar... Ga je ruzie maken met iemand of die persoon, weet zelf wat je iemand hebt, toch? Ja. Uit je leven laten gaan van wie een fling die hij heeft gehad. Boy, na gele takeren. Want dat is het, hè. De vraag is vreemdgaan dus wakka uitlopen? Ja. Is dat een dealbreaker? Misschien gaan jullie een jaar, 4 jaar, 9 jaar, alles gaat mooi. Die vieren is boem alles. En dan kom je erachter dat hij is vreemdgaan, dat je dan zegt, oké, dan wordt tapping, dan stopt het hier. Behalve als ik hoor dat hij een relatie buiten heeft, net wat ik je zei. Ja. Dat is voor mij dan wel de breaker point. Toch? Want als je het moment dat je een relatie met iemand anders buiten hebt, dan is het geen uitlopen meer. Een slippertje is een slippertje. Oké. Ja. En wat is het dan? Hoe noemen we het dan? Dat. Is een full relationship, een tweede relationship? Ja, dan heb je een tweede relatie. En dat wil dus zeggen dat je mee tekort gaat doen en dat je systematisch regulier voor mannen het liegen bent. Ja. Weet je, en dat... Want nu ga je anders naar hem kijken van, wacht even. Ja. Te maken hier? Elke keer als je weggaat, ga ik dan denken, gaat hij nou naar haar? Ja. Dan komt onzekerheid en... Ja, toch? En goed even eerlijk, we zijn niet de liefste mensen. Mm-hmm. Mensen over het algemeen zijn niet lief tegen elkaar. En zeker als een concurrent iemand anders zien. Oh ja. Dan kun je ook om mij hebben of zo. Want die anderen is maar wel me. Weet je dat die uit de pitcher hebben. Juist. Dus ze kan allemaal low model. En minder dan dus aan dat die boy. Oh ja. Ik wil geen hoofdpijn. Hey, ik vind het een van de realest dingen die ik heb gehoord sinds ik deze show doe. Want jij bent samen met hem naar een bordeel gegaan. Ja. Dacht ik van, mijn man, doe is dat niet? Nee, ik heb die dame gehuurd. Ik heb gewoon gekeken, ik vond het leuk. Ja, dus eigenlijk is het ook een beetje om jezelf, het doet ook iets met je dan? Nee, ik heb het voor het eerst gedaan, eerlijk gezegd. Ja, en met het beviel. Hem, maar ik vond het leuk om naar te kijken. Ja. Maar ik heb liever dat ik kijk, weet je, dat het achter mijn rug om gebeurt. Ja. Weet je, en eigenlijk was dat direct voor hem een signaal van, hé broertje, toch? Je moet vrij zijn, maar je moet wel weten waar je grenzen zijn. Boy, broertje, if you lose at this, you la sierra. Wat ik hier hoor, illassie. Want dus, er is dus iemand die je hart masseert. Ja. De washman. Nou, sta zo op, dank je. We zijn nu, dit jaar zijn we 3 jaar met elkaar. Oké, ik vind het interessant wat je zegt. Want als ik kijk naar Suriname, ik ga eerlijk praten. Ja. Wat ik hier vooral zie, is ook een beetje een status ding. Mannen zijn abemboen, no moxie per se en smas zijn abemboen. Inclusief familie. Dat is hoe ik dat hier zie. Hè? Maar jouw man is een worstman. Ja. Het maakte me eerlijk. Hij was geen worstman. Als hij heuse Biggie Thing-achtige dingen. Als hij heuse schoen maken. Ja. Ik ben juist, laat me het zo stellen. Ik ben altijd een beetje de opposite geweest van wat heel veel mensen zijn. Ja. Dat heb ik altijd al gehad. Ik heb bijvoorbeeld bewust altijd gezegd dat ik nooit een rekenman wil. Ik wil het niet. Omdat ik altijd de angst had dat iemand die veel geld had en me zou verzorgen, dat die me zou willen... Onder de duim houden. Ja. Ik wilde dat nooit. Ik hou juist van eenvoud. Ik hou van mensen waar ik mezelf bij kan zijn. En toen ik Marak leerde kennen, het was raar, want we waren eigenlijk al heel lang met elkaar in contact. Ja. Maar net wat ik je zei, het moment dat ik hoorde vroeger dat iemand een relatie had, dan kapte ik ermee. Mm-hmm. Dus toen we met elkaar begonnen te praten, dat had hij me ooit al uitgevraagd 4 jaar voordat we echt begonnen zijn met elkaar. En heb je nee gezegd? Ik zag de foto's dat hij getrouwd was. Oh, dus toen heb ik direct het contact zeg maar verminderd. Ja. En in 2019 kreeg ik dus weer een bericht van hem en ik ging. Toen heb ik hem gevraagd, hij zei altijd als ik naar je foto's keek, moet ik lachen, ik weet niet waarom. Mm-hmm. En toen zei ik tegen hem van, vind je vrouw die foto's van me ook leuk? Weet je, en toen zei hij, we zijn al 2 jaar gescheiden. Ja. Nou, toen heb ik hem zelf gevraagd om een borrel te gaan drinken die avond. Oh wauw, een vrouw die initiatief neemt. I love it. Omdat, toen kon het. Ja. Weet je, ik zag al, hij was gescheiden, oké, dan konden we nu die borrel nemen die we toen wilden pakken. Ja. En hij is er direct op ingegaan en
van het ene is het ander gekomen. We zijn inmiddels 3 jaar verder. Maar wat heeft er ook toe geleid, toen ik Marak leerde kennen, is... ik ben sowieso geen ik zei al, ik ben geen materialistisch persoon. Mm-hmm. Ben ik nooit geweest. Ik ben ook geen persoon die echt op uiterlijk valt. Ik ben iemand die valt op goede gesprekken, op diepgang. Mm-hmm. Op, deep convos. Ja. Als je... Een totale no voor mij, no, is als ik een gesprek, je neemt me uit op een date en je zou me zeggen, heb je die meisje daar gezien? Oké, je moet ook goed kunnen praten dus. Ja, dat zijn we klaar. Daar ben ik direct klaar. Okay. Mag je nog zo leuk zijn, maar yeah. No. Oké. Toch? En ook als ik gewoon met je zit, ik moet met je kunnen lachen. Een man moet me kunnen laten lachen. Ah. Toch? Je moet in staat kunnen zijn om me te laten lachen. Oh, ja. Dat is voor mij belangrijk. En ik moet met je kunnen praten over alles. Eigenlijk, mijn partner is niet mijn man. Mijn partner Mattie. Is mijn mattie. Ja. En dat is echt die band die ik met Marak heb. We zijn echt matties. We kunnen echt over alles praten. Tuurlijk maken we ook ruzie. Hoort erbij, even weg moest dit. Ja. Weet je, maar volgens mij de laatste keer dat we ruzie hebben gehad ook was, ik denk 5 of 6 maanden geleden. Ja. We krijgen niet zo vaak ruzie, gewoon omdat dat begrip er wel is van Faka, dat is gebeurd hoor, dit. Ja. Maar ook zelf die ruzie, want die conversaties toch? Je houdt van goede conversaties. Ik hou van waarschijnlijk goede conversaties. Er is communicatie toch? Ja, heel veel. Dat is belangrijk. Heel veel. Ja. Dus dat is belangrijk voor mij. En toen ik hem leerde kennen, toen zei hij tegen me van, ik verkoop worst. Ik vond het geweldig. Hey. In de tussentijd zat ik hem ook steeds te stimuleren en nu is die worsttent uitgegroeid naar een barbecue dingen. Aye. Weet je, want hij kan veel meer dan dat daarmee. Maar hij zei me ook, en dat heeft me eigenlijk... Er zijn 2 dingen die gemaakt hebben dat ik die relatie met Marak ben aangegaan. Ja. 2 dingen. Mm-hmm. Hij vertelde me over die worsttent. Zijn worsttent heet Faya. Faya worst. En ik dacht, Faya man, Faya dit, Faya. Weet je, heet, pittig. Ja. Tot hij me zei wat Faya betekende. En daar zag ik dat ik iemand met diepgang had. Aye. Toen zei hij, dat betekent het niet. Ik zeg, wat betekent het dan? Toen zei hij, far above your average. Far above your average, oké. Okay. En dus, daar kom je eerlijk, deed je even zo. Oh. Ja. Nee, dat ging even kriebelen. Ik was heel erg onder de indruk. Heel erg onder de, want dat is wel wat mij triggert als vrouw. Ja. Iemand met wie je echt kan praten. Mm-hmm. Dat en toen zei hij tegen mama, Gil, wie is Faya Botap Wallis? Hij zegt, ik ga altijd geld hebben. Ja. Hij zei, want al moet ik gaan maaien, je weet toch, moet ik gewoon broschkotter. Hij is niet bang om te werken. Hij is een hosselaar. Ja. Ik hou van mensen die hosselen. Met die mentaliteit. Juist, want ik ben eigenlijk ook een hosselaar. Op mijn manier. Ja. Altijd geweest. Mm-hmm. Zo van, dit kunnen we doen. Kijk, vandaag sprak ik met mijn vriendin. We hadden toen van het feestje, want we hadden alles gehoord. En ik zei ervan, kom starten, no? Maar party business. Ah, ja. Ik zie alles. Ter plekke kwam dat. Dus met je heel je feest vibe, toch zie je een business van, wacht even. Ja, dus dat is een beetje hoe ik in elkaar zit, hè, hoe ik naar dingen kijk. Oké. Nee, mooi man. Dus 3 jaar en we horen ook hoe dat wat jou heeft getriggerd. En zie je hoe dat gaat, Lobby? Want hij was getrouwd. Eigenlijk zou je denken, is klaar, maar die man heeft gezegd, is niet klaar, moest zin in een bericht. Ja. En wat ik mooi vind in het verhaal, ik wil promoten Mark van je promoten, maar het mooie was dat hij niet zei, ja, verleden jaar scheiden. Nee, we zijn al 2 jaar uit elkaar. Klopt, ze waren al 2 jaar uit elkaar. Want jij lijkt me ook een berekende vrouw die naar de situatie kijkt van, ja, let's do this. Huh? En ik vroeg hem ook van of hij er ready voor was. Mm-hmm. Want hij heeft ook zijn bagage. Elk mens heeft zijn bagage. Ja. Weet je, en ik denk dat het de kunst is wanneer 2 mensen bij elkaar komen om met elkaars bagage om te kunnen gaan. Uh-huh. Kan je die tas van die persoon helpen dragen? Aye. Want als die tas niet voor jou gemaakt is, laat het voor iemand anders. Niet elke tas is geschikt voor jouw rug. True that. Weet je? Ja. En ik denk dat die van mij en Mark wel heel goed op elkaar instaan. Ja, het is comparable. Ja. Wat is iets dat je weet van over Gil dat je denkt van, hier moet ik wel een man op testen van, ja, je vindt me leuk en waarschijnlijk en dat soort dingen. Maar mijn man, weet dat, kan je dit, kan je hiermee omgaan? Wat is dat? Ik heb een hele sterke persoonlijkheid. Mm-hmm. En ik moet geen man hebben die
minder sterk dan mij. Anders ga ik over je heen. Gaat over me heen lopen, hè? Ja. Zonder, en ik doe het niet eens bewust. Nee, bewust. Het ligt gewoon in mijn persoonlijkheid. Ik heb dat gewoon. Ja. Maar, en is dat de turn-off, als jij over een man kan heen lopen? Voor die man? Nee, voor jou. Dat je zegt van, hey. Ja, voor mij is dat een turn-off. Ik hou juist ervan wanneer een man me leidt. Okay. Een man moet mee kunnen laten zien van, hey. Je bent ook bereid af en toe een bari te nemen, hè? Okay. Ik heb het nodig soms. Ja. Geloof me, ik heb het nodig soms. Ja. Want ik ben heel koppig. Uh-huh. Ik ben heel erg koppig. En ik... Is het koppig of eigenwijs? Beide. Beide, want soms ben ik koppig alleen omdat ik je geen gelijk wil geven. Okay, nee. Koppig, ja. Dus ik ben echt koppig. Daarna koppig, ja. Lastig. Maar hij kan ermee omgaan. Maar dus kan dat er soort heel, dingen, ja. Hij kan er heel... Anders zouden we nu niet meer met elkaar zien. Ja. En je bent ook heel flexie en je bent ook heel jong, sowieso. Minded ook nog. Maar ondertussen heb je 3 mooie dochters, 4 kleinkinderen, toch? Ja, klopt. Maar je geest is... Want dat is niet... Als ik naar je kijk, hè, dan zie ik gezelligheid, hè? Ja, ik hou van gezelligheid. Als ik je verslag zie doen zelf over iets serieus, zie ik nog steeds gezelligheid. Het hangt er wel vanaf voor welke situatie. Ja. Maar ik kan me goed in... Ik denk dat ik ik heb die ability om me goed in te kunnen leven in situaties. Mm-hmm. En of het nou weer de situaties zijn, maar als het een hele leuke situatie is, bied ik me zodanig erin in te leven, dat het nog plezieriger wordt dan het plezier zelf. En ik weet dat over te brengen op de een Robin. Of andere manier. Ah, leuk. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Nee. Heel leuk. Maar Surinaamse verschijnselen zijn we mee bezig, toch? Ja. Nog een dingetje wat me opvalt bij Stranamangs. Niet in Suriname. Wij doen het ook daar. Als je in Nederland bent, Curaçao, overal. Wanneer een vrouw menstrueert, zegt ze niet ik ben ongesteld of ik menstrueer. Ik ben ziek. Ik zei wel dat ik... Ik zit in mijn periode, zei ik altijd. Oh, ik zit in mijn periode. Dat is ook eentje. Ja. Maar zie je hoe je ontwijkt om alsof het... Iets niet goeds is, vies, maar nasty, fout. Ja, maar ik denk dat komt door onze opvoeding. Mm-hmm. Kijk, er is geen kritiek op onze opvoeding. Ik kom sowieso uit een eerdere generatie. Ja, en wat houdt dat in? Die generatie was veel strenger nog dan nu. Want ik heb mijn kinderen bijvoorbeeld niet zo opgevoed. Mijn dochters hebben best een vrije opvoeding gehad. Mm-hmm. Van, ze zien me ook als hun vriendinnen. Komen we kunnen met me praten over alles, we pakken samen een borrel. We gaan soms samen uit. Ja. Geen enkel probleem mee. Dat zag ik niet gebeuren toen. Nee. Oké. Okay. En toen werd je ook geleerd dat mensen niet mogen zien dat je ongesteld was. Ja. Want het is een schande. Ja. Men mocht niet eens weten dat je maandverband kocht. Toch? Dan werd het ingepakt in krantenpapier en zak gestopt. Ja. Dus ik denk persoonlijk... Dat ons is aangekweekt van huis uit, maar dat het een taboe is waar men overheen moet gaan stappen uiteindelijk. Want het is iets dat bij het vrouwelijk lichaam hoort. Ja. En was dat er niet, zouden een heleboel kinderen niet geboren zijn. Precies. Toch? Dus wat de superkracht is van die vrouw. Ja. Ik denk dat men het vanuit dat oogpunt zou moeten gaan bekijken. Maar ik ben wel altijd een heel liberaal denkend mens geweest. Mm-hmm. En ik zei al, ik ben een beetje rebel. Een beetje, van jongs af aan was ik een beetje de rebel. Altijd die opposite van wat men van me verwachtte of wat men van me dacht. Ja. Maar is dat ook een reden waarom sommige mensen misschien, want je bent lijkt, maar waarom sommige mensen je misschien ook niet moeten? Omdat je heel anders bent dan wat hier de status quo is, zeg maar wat hier gebruikelijk is. Het zou kunnen, I don't know. Kijk, je gaat nooit weten waarom iemand je niet mag. Ja. Soms mogen mensen je gewoon niet omdat je jou bent. Niet om wat je hebt of weet je, maar gewoon de persoon die je bent. Maar het heeft meer met hun te maken. Ja. Precies wat ik zeg, in mijn ontdekkingsreis naar mezelf, vroeger maakte ik me daar druk om, nu heb ik medelijden. Ja. Toch? Mm-hmm. Je hebt een probleem, because you're missing out a chance to meet a wonderful person. Ja. Sorry. Nee, dat mag je zeggen, hoef je niet bescheiden over te zijn. Ja. Vroeger zou ik dat nooit zeggen van mezelf. Dan had ik echt zoiets van, weet je wel, waarom? Nee, daar, nu niet daar, meer. Je stelt je aan. Ja, nu niet meer. Ja. En ik stel me niet aan. Ja. Maar doordat je zo'n hekel aan me hebt, of zo'n rok tegen me hebt, of een haat, I don't know, ik weet niet wat ik je heb aangedaan. Ja. Maar you're missing out on beautiful things die we misschien zouden kunnen bereiken. Misschien konden we wel hele goede vrienden zijn. Samen, ja. Misschien had ik wel een bepaalde betekenis in je leven kunnen hebben. Mm-hmm. Of omgekeerd, die heeft van mij. Ja, toch? En dat is toch wat we moeten doen in het leven. En check, het viel me op, dus de
term, ik ben ziek. Het ja. is bijna negatief, hè? Ja. Terwijl het is part of the magic van wat ja. een vrouw te bieden heeft. Maar ik denk dat het op den duur wel zal gaan verwateren, hoor. Want toch? Merk je dat? Maar ik vind dat mooi hoe jij het zegt. Jij zegt, ik ben in mijn periode. Ja, ik zeg ja, nee, dat ik vind ben ik in mijn mooi. Periode. In plaats van ik ben ziek. Nee, ja, ik ben ja. niet ziek. Ja. Ik ben maar dat zeggen ze hier ook, toch? Ik ja. ben ziek. Ik ben wel blij dat ik geen periodes meer heb, hoor. Dat, is dat je daar wel bent. Dat is een van die sweet dingen van het ouder worden. Van het ouder worden. Ja. Ja. Oké, okay. Nee, dat is mooi. Nee, dat valt me dus op. Ander dingetje, wat ik dan als man die in de... Ja, ik leer een paar vrouwen kennen. En vanaf dat ik hier kom, vanaf vroeger, merkte ik, en het is nog steeds, maar vroeger nog meer. Hier kan een vrouw je heel snel zeggen, ik hou van je boy. Waarbij misschien in Nederland, dat is iets waarmee je wacht. Je hebt alles gescand en oké, okay, en je denkt, oh, het moment is hier na maanden ja. dat je zegt, ik ga deze persoon zeggen, ik hou van je. En het is een heel spannend moment ook, en dan kijk je ook naar de reactie. Misschien zegt hij, hey, top, ik hou ook van jou. Maar hier gewoon eerste day. Want dame kan tegen je, ik hou van je boy. Heb je dat meegemaakt? Vaker. en dan is het deze, ik hou van je. Dan is het deze, ik hou van je. More sexy. Maar dat is mijn ervaring. Is hier zeggen ze snel, ik hou van je. En dan denk ik, misschien is dat omdat ze bedoelen, ik hou van hoe je bent. Ik vind je ja, leuk. Dat kan ook. Klopt dat het wat hangt ik er zeg? Natuurlijk vanaf. Wist je dat? Ja, dat ze hier snel zeggen? Het hangt er vanaf. Want ik zeg ook aan mijn vriendin dat ik van haar hou. Ja. Maar ik bedoel het niet verkeerd. Nee. Wij zijn vrienden. Wij zijn wel de kind of friends die gewoon en dan kan zeggen van Eesje dat ik ook. Of laat me het zo zeggen. Hoe lang duurde het voordat je tegen Mark zei ik hou van je? Een paar maandjes hoor. Toch wel, ja? Een paar maandjes. Oké. Okay. En bij hem ook. Misschien is het die vrouwen die ik heb ontmoet, dat kan ook hoor. Dat vrouwen ook. En meisjes vroeger. Maar misschien ook omdat je uit Holland komt. Is dat hem, zie je? Dus dit ding door Laomi. Ik denk meer low ding en dit denk de low me. Ik heb wel vaak het gevoel dat ja. er een soort Holland man of Holland vrouw syndroom hier in Suriname is. Ja, no? ja, we kunnen eerlijk praten, sorry, dat is wel. Dat gevoel heb ik altijd. Het ja. lijkt soms echt dat, alsof wanneer een Hollandse man komt. Mm-hmm. Er worden toch zoveel grappen gemaakt over die Hollandse mannen die december naar Suriname komen. Ja, wat zeggen ze? Wat zeggen? Bent je vrouw vast, want de Holland oh ja, ik kom dit door. Snap je? Ja. Maar, we hebben het over die man, maar de Holland vrouw, toen hoor je ook niet. Hey, de ja. Holland vrouw in door. Zelfde. Ja. Maar ik ben niet de stereotype Holland man die ze bedoelen. En dat merk je direct als je met mij gaat praten. Dan zie je van, oh, wacht even. Ja. Begrijp je? Ik ben ook niet met... Ik wou zeggen, ik ben ook niet met Digitin Sani, maar dat komt vooral omdat ik niet heb. Ja, klopt. Maar ik pas ook niet bij mijn persoonlijkheid. Hele eenvoudige dude. Ja. Oh, maar dat is het dus al die tijd. Het kan een rol spelen. Oh, dat is het mooie, dat denk ik. Het kan een rol spelen, ik zeg niet dat het zo is. Die uiteindelijk, ik gooi van je. Dat raakt me, maar nu hoor ik het zomaar. Dankjewel hoor, Gil. Dankjewel. Dankjewel, mijn leer, Sanja, jongen. Dus al die tijd houdt ze niet van me naar Kisa, want kies mee, jongens. Tof. Zo heb je ze ook gepakt, no? Is Hollandman ook iets wat je loerde vroeger? Wie ik in je tijd? Nee, hoefde ook niet, want eigenlijk, als ik naar Holland wilde gaan... Ja. Dan had ik, want mijn moeder is daar overleden, we woonden daar toen ik klein was. En ik ben 76 in Suriname komen wonen, dus als ik echt naar Holland wilde gaan, had ik makkelijk weggekund. Oh, je bent hier gekomen? Ja. Dus je bent wel hier geboren, bent daar even opgegroeid? Ja. En dan ben je hier gekomen? Klopt. Oh, en ik was al geïnformeerd ooit, voordat ik in de media ging. Ja. Was ik in Nederland, toen was ik naar IND gegaan en toen hebben ze al onze stukken gevonden, van mij en mijn broers. Oh, okay. En toen zei die man me nog van... Als jij een jaartje hier blijft, heb je zo je paspoort terug. Dus als ik dat wou, dan had ik het al lang. Maar nou, je houdt van Suriname, je bent een Surinamer, Surinamer is waar ik moet Ik heb zijn. Me hier opgebouwd, ik heb hier gepinaard. Ja. Ik heb hier een heleboel ups en een heleboel downs meegemaakt. Ja. I've seen darker than hell in Suriname. Mm-hmm. But I've seen the brightest heavens too. Ook toe. Dus waarom moet ik weggaan? Aye. Toch? Want door dat alles heen... Heb ik wel mijn eigen huis kunnen bouwen. Ik ben nooit afhankelijk van iemand geweest, weet je. Mm-hmm. En ik heb het minimale hier wel, wat je nodig hebt om te kunnen overleven zo. Mm-hmm. Nee. Het enige wat me ooit nog echt uit Suriname weg zou kunnen halen, het is echt het enige, is liefde. Liefde. Dat is het enige. Mocht zijn dat ik echt verliefd zou worden op iemand die weg zou gaan,
dan zou ik bereid zijn om die persoon te volgen. Maar je bent verliefd nu toch of niet? Ben je verliefd of neem ik zomaar die conclusie? Nee, ik hou van Marak. Je houdt van hem. Ik hou van hem. Je houdt van hem. Oh, leuk. En je gaat een beetje bij blozen, by the way. Ja. Dus ik geloof je. Als hij zou zeggen, Gil, ik ga weg. Ik wil hier. Je volgt hem. Oké. Dan ga ik hem volgen, ja. Ja, man. Oké, tof. Dus die independent vrouw die je bent, met de meningsstand, maar je zegt, nou maar, ik volg me, man. Ja, ik ga hem wel volgen. Oké. Ik vind persoonlijk, je hebt echt goede karaktereigenschappen als het aankomt op de liefde. Je weet wat je wilt. Nee. Inmiddels waarschijnlijk, want daar heb je ook naartoe moeten groeien. Ja. Ja. Nog even terugkomen op de opmerking, want leeft dat nog steeds hier? Dat mensen denken dat, dus niet alleen Holland is paradijs, maar ook Holland Mang staat dan ook symbool voor dat paradijs. Er is niets bijzonders. Ik denk persoonlijk, denk ik dat het erger is geworden, maar... Het is erger geworden. Dat komt ook door de situatie hier. Situatie in het land, ja. Die situatie hier is erger geworden. Ja. We weten allemaal, het is geen... Schiegeheim. En dan ergens snap ik het zelf. Ja, ja. Dat jongeren een manier zoeken als ze geen toekomst zien. Om hun leven te beteren. En hun denken dan ja, een Holland man. En wat is dan de makkelijkste manier? Ja. Dan zoek je een Hollandse vriend of een Hollandse vriendin. Of Hollandse vrouw trouwens. Ja. Dat is ook, en dan ga je weg. Dus, ja. I don't blame them. Ja. Nee, true that. Ik begrijp het ook wel in die situatie. Ik heb misschien iets makkelijker praten, maar ja, je zoekt een beter leven toch? Ja. Maar ik wil wel zeggen, er is niets bijzonderder aan iemand uit Holland dan iemand uit Suriname. Nee, los sowieso. Van die economische situatie die je omschrijft. Nee, maar sowieso. Zelf dat kan een illusie zijn. Ja, want maar ik kom niet van Pinama of Holland. Ja. Ik zie je van, ik ben hier niet gekomen om te struggelen ook met klopt. Jou samen. Of, met je, of jij moet dan dusdanig die eigenschappen hebben dat wiens aan mij Pina, dat jij wel die ja toch, die kansen neemt die... Ja, want daar heb je wel meer mogelijkheden. Ja, dat is zo. Je hebt wel meer mogelijkheden. En sterker nog, ik moet toegeven, dat zeg ik ook altijd, dat je ziet het ook daaraan. Mensen die uit een ander land komen, die benutten die kansen meer. Ja. Naar iemand die dingen als vanzelfsprekend ziet. Dan zie je iemand komen uit Suriname, maar ook een vluchteling uit ergens. Klopt. Omdat hij dankbaarder is voor die kansen die er zijn. Ja. Sommigen van ons zijn een beetje verwend aan Omiara Minopori. Maar sommigen zijn gewoon een beetje verwend, dus je hebt gelijk, ja. Ja. Je laat me anders kijken naar situaties. Ah, Milo, ben vaarlijk. Ja. Nee, we gaan breken. Oké. Pauze. Leuk, je geniet? Ja. Ik geniet van je. Jeanette, geniet je ook? Kijk die enthousiasme op de gezicht. Boom, boom. Maar zij kan je precies zeggen of ik jok of niet. Ja. Gilly's Love Line. En ik leer veel hier van Gil, van een magnum waarbij het gaat regenen. Tot aan gewoon hoe je als sterke vrouw bereid bent om ook... Want het is geven en nemen. Dat is eigenlijk heel het verhaal. Ja, balans. Want dat is wat ik zoek. Hè. Een sterke vrouw, maar ik ben bang dat het moet niet een stree gaan worden steeds. Heb je dat meegemaakt? Nee. Waarbij je met een sterke man ging? Want jij kan niet met een weak man gaan. Ik wil het niet zo noemen, maar... Ja. In het verleden wel, ja. Wel, hè? In het verleden wel. Ik heb wel eens relaties gehad waarbij ik had van... Nee. Maar je lijkt me iemand die het lang blijft proberen. Ja. Toch? Je geeft het nog een jaar, een paar maanden voordat je zegt... Ja. Maar uiteindelijk houdt het ook op. Ja. Maar je voelt het eigenlijk al heel snel aan, hoor. Ja, ne? Ja. Maar toch blijf je erin, dat is wat ik zeg. Je wist het niet al. Niet altijd. Ik heb ook wel relaties gehad waarbij ik heel snel zei... En daar had ik nog lang last van zo iemand. Omdat ik zei van... Omdat je hebt hem even laten proeven toch? Dan heeft hij al geproefd en dan nu weet je dat hij zegt... Oh nee, Abunda Bano toch? Ja, maar dat is zo niks. Kijk, ik heb wel eens een relatie gehad met iemand dat... Overal waar ik naartoe ging, moest hij mee. Toch? Okay. Al was ik een keertje met mijn vriendinnen, gaat hij bellen, kijken waar ik ben... En dan zie je hem plotseling verschenen, terwijl ik eigenlijk had gezegd... Het is a girlfriend's night. Ja. Maar Adoro. Adoro. Okay. Hij zorgde ervoor dat hij gewoon... Ook werkdingen? Overal kwam hij. Oh nee. Overal. Niet gezond. Ja, en dan ga je mee benauwen. Ja. Toch? Want het is net... ik vind bijvoorbeeld dat het moet kunnen dat Marak een keertje met zijn vrienden eruit gaat. Toch? Daar is niks mis mee. Je kan het niet elke avond gaan doen, maar dat vind ik dan ook weer te veel. Zo much, ja. Weet je, maar ga een keertje eruit. Ik wil niet altijd met je mee. Ja. Toch? Ga je jongens dingen uithalen, je mannen dingen uithalen. Want ik wil het soms ook. Soms wil ik een retraite gaan. Ik vind niet altijd leuk dat je de hele dag om me heen bent. Dan wonen we wel in een huis samen. Ja, maar I want my own moment. Ja. Weet je, toen. Ja. Remmen is, ja, even rustig bij mezelf te raden gaan.
En het moet kunnen. En dan, het is ook, is ook dat mensen, eigenlijk geef je je shink toch? Want mensen kijken ook, de loop kijkt je toch? Ja. Look how much of girl je aan het op je. Dus je lose face ook eigenlijk. Dat had ik toen met die relatie echt vaak, dat mijn eigen vrienden zijn maar girl. Mm-hmm. Hey, kan je niet met haar? Ik zeg, nee, volgens mij kan hij het niet. Weet je, dat heeft echt niet lang geduurd, volgens mij na 4 maanden of zo. Oké. Ik heb direct gezegd van, dit gaat het hem niet worden. Maar ik hoor je zo praten, hè, dat denk je van, maar dan jouw dochters, die hebben dan toch een leuke moeder. Want het lijkt alsof jij heel veel begrijpt en ook heel ruimdenkend bent. Voor het algemeen ben ik wel ruimdenkend, zo zou ik het wel willen noemen, ja. Toch heb je altijd wel, want ik heb wel een heel eigen karakter. Mm-hmm. En ik durf bijna te zeggen dat ik een heel apart karakter heb. Ja. Toch? Ook in mijn vriendschappen. Het gaat niet alleen om de relatie met mijn kinderen, de relatie in mijn vriendschap. Ik heb niet veel vrienden, echte vrienden. Ja. Ik heb net een paar. Mm-hmm. Maar dat zijn ook de mensen die wel weten hoe ze met me moeten omgaan. Want je moet ook met mij kunnen omgaan om een vriend van mij te zijn. Ja. Geloof me. Ja. Toch? Ik ben echt iemand van... Kijk, op mijn verjaardag hebben ze me verrast toen ik 50 werd. Mm-hmm. Clifton Bram, dat is... Mijn guru, maar hij is ook een brada van me. Ja. Weet je, ik ken hem vanaf jongs af. Mm-hmm. En hij zei het toen ook, en ik moest eigenlijk lachen toen ik het hoorde. Want het is altijd grappig wanneer je iemand anders hoort over jezelf praat. Ja. Over je hoort je denkt jezelf te kennen, maar ja, dit toch? Is hoe mensen je zien. En dat besef je het soms niet eens, want het was een verrassingsfeestje en toch wilde ik de overhand nemen. Mm-hmm. En ze riepen me van kom even. En hij zegt, dat, zie je wat ze deed? Ja. Toch, we roepen er, kom hier. En ze zegt, wacht. Hij zei, dat is Gil. Ja. Dan ze gaat altijd haar eigen weg op. Mm-hmm. Maar dat ben ik wel altijd geweest. Ja. That's how I am. En het is ook niet altijd goed. Maar ik zeg ook, door jezelf te leren kennen, ga je ook zien wat je minpunten zijn. En ook, ook die moet je accepteren. Mm-hmm. Maar hey, dit ben jij wel. Ja. Weet je? En als je dat gaat accepteren van jezelf, kan je ook veel meer accepteren van de mensen om je heen. Mm-hmm, mm-hmm. Als je het niet van jezelf accepteert, hoe denk je dat je het van iemand anders gaat accepteren? Ga aan ongeluk. Dat is true. Aan ongeluk. Aan ongeluk, streefje. Hey, de zon begint te schijnen, de mensen zijn hier aan het werk. We laten het gewoon gebeuren, want die takje is sweetie. Ja. Luku, in Gilly's Loveline, elke aflevering haal ik een liefdescode tevoorschijn uit de miljoenen liefdescodes die dus bestaan. Mm-hmm. Waarom doe ik dat? Vaak zijn die quotes echt waar. Zo simpel als dat ze klinken, zie je van ja, maar that's true. Daarom hou ik ervan om naar liefdescode te kijken. Ik haal er dan eentje uit de miljoenen tevoorschijn, leg hem op tafel. En dan wil ik er naar kijken om te kijken van wat vinden we ervan, wat voelen we erbij. Ja. Voor dit keer heb ik een Surinaamse tevoorschijn getoverd. Liefdesquote. Ze zeggen namelijk... Ondrofini fulobi no abikaba. Kijk, je begint gelijk te schudden. Wat zoveel wil zeggen als ondervinding in de liefde is het oneindig. Het eindigt nooit. Het zal nooit eindigen, omdat geen één mens op deze wereld hetzelfde is. Mm-hmm. Geen één mens op deze wereld gaat op dezelfde manier met dingen om. Yeah. En we komen met elkaar in contact. Toch? En elk van ons gaat op een andere manier met dingen om. Mm-hmm. Wat die ene man deed, kijk, daarom ben ik er ook geen voorstander van. Maar ik heb me er ook schuldig aan gemaakt in het verleden. Nou, toch? En wat? Is dat je hebt een relatie gehad in het verleden. Mm-hmm. En je houdt vast aan de fouten die ze gemaakt. Oh, ja. En je brengt ze naar je nieuwe relatie. Ja, ah, toch? Ja. Van nee, want alle mannen nee. Ja. Ik ben trouwens nooit een voorstander geweest van dat soort... hoe noem je dat? Uitspraken? Uitspraken, ja. Ja. Alle mannen zijn dit. Honden, alle vrouwen zijn slangen. Nee, we hebben omdat mensen mee, te man. Maken. Ja. Mensen. Ja, ja. En het zijn mensen mm-hmm. toch, die fouten maken en die anderen op een vervelende manier hebben. Het heeft niets met man zijn en met vrouw zijn te maken. Ja. Natuurlijk zijn er bepaalde eigenschappen die een man heeft, net wat ik je zei. Uh-huh. Maar dat is natuurlijk, hè. Mm-hmm. Want we mogen zeggen dat we verheven zijn boven de dieren. Zover denk ik, ja. Ja. Toch? Maar ook daar heb je het. De mannetjes zijn de jagers. Mm-hmm. Toch? Jullie zijn de jagers. Maar dat, kijk, en vooral feministen zullen zich daar, dus heavy feministen, zullen daarna storen van, maar dat betekent dan ben ik de prooi. Feitelijk wel. Ja. Maar je moet het ook niet zo zwart-wit zien. Of zo zwaar ernaar kijken. Ja, je moet het niet zo zwart-wit zien. Ja. Maar
het blijft wel zo dat het in die man ligt mm-hmm. om een vrouw te gaan versieren. Ja. Toch? Dus je moet het verwachten. Een man kan nog zoveel, hij kan nog zoveel van zijn vrouw houden. Mm-hmm. Maar hij ziet een andere mooie vrouw. Wil niet zeggen dat hij die vrouw wil hebben. Mm-hmm. Kijk daar bijvoorbeeld, ik heb ook geen moeite ermee als ik met Mark zit en er komt een mooie vrouw langs en hij kijkt. Als hij dan niet ziet, wees ik hem. Ja, kijk een mooie vrouw daar. Kijk hem maar. Ja. Ja, wat is jij kijkt zelf van, Ja, want als ik een knappe man zie, kijk ik ook. Mijn eigen straf weer. Maar kan Mark dat hebben? Ja. Heeft dat is jouw persoonlijkheid. Ja, heeft er niet echt probleem. Maar Mark is wel een stuk jaloers. Dan. Nee. Ja. Dat is een van de dingen. Maar we weten dat. Mm-hmm. Ik weet al een beetje hoe hij in elkaar Precies. zit. Hij weet ook hoe ik in elkaar zit. Ja. Toch, ik ben niet zo makkelijk jaloers. Mm-hmm. Nee? Echt niet? Nee, ik ben ook geen type die hem de hele vraag... Als je hem zo... Ik wil zeggen vragen, maar het is echt Surinaam. Ja, vraag hem. Vraag hem. Uh-huh. Vraag hem. Als je hem zou vragen, zou hij het ook zeggen. Ja. Hij gaat weg, maar ik werk meestal 's avonds, want die tent is tot 's avonds laat open. Ja. Ik ben niet dat type vrouw dat constant gaat zitten. En? Wat doe je? Gelukkig, die man is aan het werk, dat is wat ik... Ja, ik doe het niet. Wanneer ga ik het doen? Wanneer ik zou zien, hij heeft me niets gemeld en hij gaat misschien uit en ik zie hem niet komen op een bepaald tijdstip. Ja. Dan doe ik het niet om te checken waar hij is. Bezorgdheid gewoon, gaat het goed? Ja. Ik wil gewoon zien. En toen heb ik hem dat ook uitgelegd van, broertje, je moet me gewoon zeggen van, ik kom vanavond iets later thuis, want ik ga op straat, dan weet ik dat. Mm-hmm. Want ik ben wel het type dat zich heel erg bezorgd kan maken. Ja. Toch, ik let heel sterk daarop van, nu zou je al thuis moeten zijn, wat is er gebeurd? Ja. Weet je, dat heb ik wel in me. Ja. Ik kan heel paranoia zijn wat dat betreft. Heb ik ook, dus ik herken je meteen. Ja. En dat het eigenlijk ook niet gezond is. Je maakt je zorgen om niets. Ik maak me zorgen. Dus ik ben mee, terwijl, dat hoeft niet als je gewoon gezegd had. Van, ik kom na het werk niet thuis, ik ga eruit. Ja. Dat weet ik. Appje is genoeg nog? Of er moet gebeld worden, een hele uitleg? Stuur een appje, maakt niet uit. Maar laat me gewoon weten. Mm-hmm. Dat is voor mij belangrijk. En dan interesseert het me eerlijk gezegd niet. Je moet wel voor zonsopgang proberen thuis te komen. Want we zijn geen 15 minuten. Ja. Weet toch? 15 je moet wel naast me liggen. Ja. Uiteindelijk. Ik vind niet dat je om 7 uur en 8 uur morgens thuis moet komen. Maar die tijd hebben we gehad toen we een beetje jonger waren. True that. Ja. Maar dus, als we het hebben over de liefdesquote. Ja. En zo mooi in het Surinaams. Onderofeni fulobi no abikaba. Je hebt toch meerdere relaties gehad? Ondervinding in de liefde is oneindig. Ja, je hebt toch meerdere relaties gehad? Allemaal zijn anders. Maar dat dus zelf nu, met alles wat je hebt meegemaakt als tienermeisje, als jongvolwassen, volwassen vrouw nu. Word je nog verrast in de liefde vandaag de dag? Soms wel. Maar dat komt ook omdat, kijk, wanneer je iets nooit hebt gehad, of vaak hebt moeten ontberen of lang hebt moeten ontberen en men komt ermee, dat zijn van de fijne verrassingen. Ja. Toch? Dat zijn mooie verrassingen. Ja. Maar ik heb me vaker verrast. Waarbij ik dacht, op een positieve manier. Op een positieve manier. Het lijkt gek. Zoals? Heb je een voorbeeld? Laat me je dit uitleggen. Ik denk dat mensen. Die, want je had het erover dat wanneer mensen je op tv zien, heeft men een bepaalde verwachting, een bepaald beeld. Uh-huh. Zo denken veel mensen ook dat mensen die op tv komen veel geld hebben. Ja. Echt, dat denkt men. En helaas, mannen ook. Mannen ook, nog? Ja, want ik heb vaak, als ik een relatie had gehad, dat men verwachtte dat ik voor alles moest opdraaien. Echt? En ik vond het niet altijd leuk. Ik zei het niet, want zo ben ik ook weer. Ja. Je tikt gewoon, maar je hebt daar gezien. Maar ik kijk wel. Dat een man me een keertje uitvraagt om uit te gaan eten. En dan gaan we in een restaurant. Jij vraagt me uit eten. Juist. En aan het eind vraag je me, ik moet betalen. Ne? Oeh. Weet je, dus toen had ik zoiets van, dan betaal ik het maar hoor. Toch? En zo heb ik voor heel wat moeten opdraaien. En dan is het, sorry, maar het was verrassend. En ik was, maar verrassend, in het begin was ik zelfs boos. Mm-hmm. Toen ik Mark leerde kennen en ik kwam een dagje met een tas vol boodschappen. En ik keek echt perplex naar hem. Ik was echt kwaad. Ja. Want ik zei, ik heb je niks gevraagd. Oké. Maar ik was het niet gewend. Ja. En kijk, bij mij, ik zou je wat zeggen. Ik ben daar, ben je traditioneel daarin? Ja. Man betaalt? Ik ben niet traditioneel. Maar hierin? Op dit... Maar ik vind wel dat het van beide kanten moet komen. Ja. Dus dit vind ik... Samen. Ja, dit wat ik nu met Mark meemaak, vind ik leuk. Ja. Ik hoef niet alles te doen. Ja. Weet je, hey, help. Als ik een keertje niet heb, hij wordt boos op me. Laatst nog. Want ik heb ook dagen dat ik geen geld heb. Ja. Veel mensen vinden dat vreemd, maar ik heb echt dagen dat ik geen geld heb. Ja. Toch? En dan, als ik hem zeg, dan wordt hij boos dat ik hem niets heb gezegd. Ja. Want
daar ben ik... Want hij wil ondersteunen dan? Ja, ik ben moeilijker om een man iets te vragen. Echte? Ja, ik ben echt moeilijker. Oké. Okay. Terwijl ik juist het type ben, ik ga je altijd willen verwennen. Ja. Weet je, mijn partner, als je mijn partner bent... Ik heb wel eens naar mijn hoofd geslingerd gekregen dat ik mensen zo wil kopen. Maar dat is het niet. Nee, nee, je houdt ervan om je... Ik heb niet eens zoveel geld om iemand te kunnen kopen, maar... Ja. Ik ben wel iemand die mensen... Ik hou ervan om mensen... Te verwennen? Te verwennen. Als het kan. Ja, en het is niet eens alleen mijn partner. Ook de mensen om me heen. Om me heen, ja. Ik doe dat gewoon. Ja. Zolang ik heb, ga ik met iemand anders delen. Mm-hmm. Ik kan niet hebben en ik kan... En dan zie ik dat iemand anders niet heeft. Als ik heb... Iemand anders gaat ook ervan genieten. Ja. Dus weet je waar ik ben? Ik ben een traditionele man. En kom tegen, ik zeg het vaak, dus mensen weten echt, minabi. En toch, laten we zeggen, ik zou uitgaan met een vrouw als jij en you abi wel dan. Laten we even zeggen, jij hebt wel die dag en ik heb niet. Toch ga ik betalen. Omdat, is die normaal, ik een man moet betalen. Waar ik nu naartoe ben gegroeid, is van, mi man, als een vrouw wilt betalen, want ook dat einding is broeia. In Nederland gaat het dan iets anders. Wanneer je betaald wordt, dan moet je gaan elkaar aankijken. Je hebt net een leuke avond gehad, dan moet je elkaar aankijken. Hey, hoe gaan we dit doen? Wie gaat betalen? Half, half. No, daar hou ik niet van. Bam, city. Ja. En zelf als ik zo'n vrouw heb, independent vrouw. Weet je wat ik doe? Voordat ze met haar dingen komen, heb ik al betaald. Stiekem toen ik naar het toilet ging. Ja. Zodat dat helemaal geen issue is. Maar dat vind ik leuk. Zeg, nee, is al betaald. Nee, want ik weiger dat te accepteren. Dat vind ik leuk. Maar nu probeer ik het toe te laten. Gewoon van, hey, van dame, one pie, make-up. Ik vind wel dat het van beide kan. Ik heb ook wel mijn dagen dat ik gewoon naar Mark zeg. Toch? Van, hey, ik wil gaan uiteten hoor. Mm-hmm. Toch? Dan zegt hij, maar misschien, want hij heeft ook zijn prioriteiten natuurlijk. Ja, ja. Want we zitten niet op elkaars geld. Mm-hmm. Geen van ons. Hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. Het enige, als ik wat ga kopen, dan ga ik hem wel zeggen van, hey, ik wil dat kopen. Dan gaat hij me zeggen, is dat nu wel de juiste keus? Want je hebt, want ik heb een kopersmanie, vooral als het om de keuken gaat. Om de keuken. Om de keuken? Ja. Oh, zo, ja. Om de keuken. Ik ben geen vrouw, eerlijk. Idangami. Je hebt al 3 spons, toch moet je deze 4e spons ook halen. Om een of andere reden. Ik heb echt een keukenmanie. Want kleren... Ja. Ik heb kleren van 6, 7 jaar geleden nog in mijn kast. En ik heb ze nog aan. Daar zit het er niet in. Ja, deze jurk heb ik 7 jaar aan. Oké, ja. Ik trek mijn kleren heel lang aan. En ik ben geen klerenpersoon. Ik ben geen modderpopje. Maar als het gaat om osso spulletjes, dingetjes. Apparaatjes. Ik hou van koken. Ik hou van bakken. Ja. Toch? Dus dat soort dingen. Uh-huh. Je moet niet in omloos mee in een winkel like blokker. Dat gaat fout. Dan ga je me zeggen, je mag niet meer wat je wil. Je hebt een probleem. Je hebt een probleem. Ja. Dus, maar, net wat ik zeg. Er zijn wel momenten dat ik iets leuks wil doen. Mm. En dan zeg ik hem gewoon van, hey, laten we een weekendje White Beach doen. En dat was de tijd. Als ik je dat vraag, heb ik waarschijnlijk die camera's al gehuurd. Ja. Maar je weet het niet. Leuk man. Dan ben je misdenkbaar. Mm-hmm. Maar dat moet kunnen. Mm-hmm. Maar precies zo verwacht ik het ook van jou. Hè. Ja. En jij weet dat niet dat ik die verwachting wel heb. Dat je ook spontaan zegt van... Hey, maar dat is een moeilijk ding van vrouwen. Hè? Dat ze dingen gewoon verwachten en jij moet dat lezen. Dat moet ik wel zeggen. Je moet het aanvoelen, je moet het kunnen lezen. Ja, ik verwacht iets. Ik vind dat je moet aanvoelen dat jij soms ook het initiatief moet nemen. Ja. Gelukkig heeft Marak dat wel. Ik hoef dat bij hem niet te zeggen. Mm-hmm. Toch? Ja. En dat zeg ik je. Maar voor mij is dat nu nieuw. Dat ik nu wel zo iemand naast me heb die gewoon ook spontaan zegt... Babe, trek je kleren aan hoor, want we gaan op een date. Uh-huh. Ja. Ik weet al, ik hoef niet te betalen. Ja. Hey, weet je dat het een verademing was de eerste keer dat Mark me op een date? Ik hoor het want je was echt een bepaald soort type man gewend dus. Ja. Maar ik kan aan boodschappen, jij denkt ik was boos. Je bent helemaal onder de indruk. Maar ik was boos hè. Jij ook dat je zelf boos wordt? Ja, van, hey, ik was echt wat boos. Doe je? Ik zei, ik heb je niets gevraagd. Ja. Toen zei hij tegen me, maar ik woon toch ook hier. Ja. Weet je? Ja. En, toen ben ik gaan mezelf, en later heeft een vriend van me ook gezegd, Gil, laat hem wel man zijn. Ja. Ik weet dat je het niet gewend bent, maar precies, laat hem man zijn. Juist. Toch? We pakken hem dat niet af. Dat is een belangrijke, ik ga hem weer herhalen. Laat je man een man zijn. Toch? Geef hem de kans om een man te zijn, want als je hem zelf die kans niet geeft, dan ga je later klagen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, toch? Ja. Geef hem de kans, want hij wil het wel. Ja. Wanneer ze het niet willen, zie je het ook. Daar kan ik ook een heleboel over vertellen. Toch? Maar ik heb duidelijk laten zien vanaf het begin. Ik wil die Maar Ikara, man, neem maar Pichel. Je promoot hem wel op die markt. Ik ben benieuwd naar Mark. Eigenlijk aan het promoot. Maar kijk, wanneer je goede ervaringen hebt met iemand, ga je automatisch vaker... Mooi, man. Nee, mooi. Dat is mooi. Ja, toch? Ja. Dat,
nou, eigenlijk is het geen promotie. De persoon ja. heeft zichzelf op een dusdanige manier. Precies, dat het lief, vanzelf ja, is dat, natuurlijk. Dat vanzelf, mooi man, natuurlijk. Mooi. Ja, maar hij die heeft het ook met mij. Hij zit ook ergens nu op dit moment. Maar Gail en Gail en te Gail en te Gail. Ja. En diegene denkt, ai, we begrijpen het, Gail. Dus wat ik ja. wil zeggen, we begrijpen het, Mark. Ja, Mark. Nee, hoor, met Jarusuja. Het klinkt als een mooie relatie. No. Mooi. Ja, oké, leuk. Maar de conclusie is dus, maakt niet uit hoe lang je al in relaties en ervaringen hebt, altijd je ondervinding. Klopt. Oneindig. Omdat we mensen zijn, je deelt met mensen. Ja. Zolang ja. je met mensen deelt, mm-hmm. op welk gebied dan ook trouwens, niet alleen in de liefde, ja. op welk gebied precies, in de liefde, precies. ga je blijven ervaren. Zolang je leeft, ga je leren. Mm-hmm. Zolang je leeft. Maar nu hoor ik dus gelukkige fase in de liefde. Kan je nog je laatste teleurstelling herinneren waar je echt teleurgesteld was in de liefde? Want je bijna zelf dacht, ik ben even klaar met dit, hè? Ja, even. Ja. Wat was het? Een afkanning, maar wat was de situatie? Dat was eigenlijk die heer die me niet had gezegd dat hij een vriend. Oh, dat? Ja, oh, dat hij een vriend. Dus je was een buitenvrouw en je ja. wist het niet of smamang. Ja. Ik tik smamang zonder dat je het weet. Ja. Ondertussen zeggen mensen, gay loopt, ik smammer, maar ze wist het niet. Nee, ik wist het oh, niet. Oh, dat was een teleurstelling. Dat wist ik niet. Ja, ja. Oh, die is vers deze, toch? Tenminste, ja. drie jaar, 4 jaar geleden of iets? Vier jaar. Oh, oké. Okay. Ja. ja, 4 jaar. Zie je zelf dat? Je bent al wijs om mijn ervaring en toch kon je gepakt worden. Ja. Je ziet toch? Ja. Oké, okay, we hebben Mark. En toch wil ik je vragen, en je bent blij waar je nu bent, maar hoe moet de liefde eruit zien voor jou? Dus als jij zegt, Luku, we bestellen het, ja. vul maar in. Wat wil je, je gaat het krijgen? Hoe moet het eruit zien? Eerlijk. Eerlijkheid is waar je nu gelijk wat naar voren komt. Ja, het moet eerlijk zijn. Dat is voor mij het belangrijkste. Mm-hmm. Het moment dat je zelf een kleine leugen voor goed, hoe noem je het, goodwill gaat vertellen. Zelf dan aan de boenen? Gaat het niet werken. Uh-huh. Je partner, wanneer mensen trouwen, mm-hmm. is er al gezegd dat mensen zeggen, die twee worden één. Hoe wil je één worden als er ergens een grey zone tussen is? Ja. Ja toch? Het is eerlijkheid. En die eerlijkheid moet eigenlijk beginnen vanaf het moment dat je de persoon leert kennen. Mm-hmm. Toch? Niet dat je later achter zaken moet komen. Mm-hmm. Toch? Wees eerlijk in wie je bent. Mm-hmm. Toch? Zodat die persoon, de andere partij, ook weet hoe ze met je moeten delen. Toch? Ik heb Mark ook bepaalde dingen moeten vertellen over mij. Van, hey, kijk. Dit zijn bepaalde dingen waar je wel mee om zou moeten kunnen gaan. Mm-hmm. Toch? En als je die eerlijkheid niet hebt, om jezelf ook te exposen naar je partner toe. Precies. Toch? Je zou moeten delen een paar dingen. Ja, ja. Dan is je partner niet in een relatie met jou, maar met de versie die je voorschotelt. Die je gepresenteerd, ja. Dat is de goeie, ja. Ja. Weet je, dus dat is voor mij het belangrijkste. En het is normaal dat je aan het begin van een date of zo, dan is altijd, ze zeggen, hè, dat zit eigenlijk daar een vertegenwoordiger van jou. Want je wil een mooi plaatje ja. inzetten. Maar ergens later in de relatie, niet eens later, op een gegeven moment moet op een gegeven alles moment, naar buiten. Ja. Kijk, vroeger, als ik mezelf moet gaan vergelijken met toen ik een jonge vrouw was, weet je, dan heb je nog dat witte prins op het paard mm-hmm. beeld. Ja. Toch? En ik weet al lang dat niet zo niet is. Realistisch. Dus voor mij is het gewoon eerlijkheid. Eerlijkheid. Vanaf het begin, wees eerlijk tegenover me. Wie ben je? Mm-hmm. Wie ben je geweest? Wat heeft gemaakt dat je nu bent geworden wie je nu bent? Ja. Ik wil dat ook weten, want morgen wanneer ik op straat word geconfronteerd, ik heb altijd gezegd, als morgen mijn vrouw naar me toe komt en zei, ik had wat met Mark, dan moet ik kunnen zeggen, ik weet het. Ja, dat, ja. Dat toch? Dus wat wil je daarmee bereiken? En dat is je gezicht niet laten vallen, ja. toch, voor elkaar. Ja. Toch? Ik wil gewoon tegen jou zeggen. Ik weet het. Ik weet het. Ja. Want met welke bedoeling kom je naar me toe? Precies. Ja. Toch? Het is net als wanneer ik met jou kom roddelen over iemand. Ja. Ja, toch? Ja. Maar jij luistert. Uh-huh. Waarom luister je naar me? Uh-huh. Om het morgen te gaan vertellen. Met welke bedoeling heb je geluisterd? Dus ik ben ook zo'n type persoon. Niemand moet naar mij toe komen. Ja. Die heeft dat gezegd. Ik ben niet zo'n mens. Uh-huh. Want ik ga je vragen, maar waarom? Ja. Voelde die persoon zich zo comfortabel om dat aan jou te vertellen. Want dit is mijn takje, dat is mijn takje. Toch? Precies, dat is heel het verhaal, ja. En sterker nog, alsgene iets aan jou vertelt, dat betekent dat hij ook over jou ergens anders iets ja. vertelt, toch? Klopt. Dus eerlijkheid, dat is voor eerlijkheid. Mij, eerlijkheid is voor mij het belangrijkste. Dus vandaag de dag, hoe moet liefde voor jou eruit zien? Eerlijk. Eerlijk. Zie je?
Eerlijk. Dus na alle ervaringen, ik vind het mooi om altijd, ik ga die vraag vaker stellen. En bij jou is het dus eerlijk. Ja. Ja. Mooi man, ik zie waarom mensen verliefd op jou worden, op je persoonlijkheid. Gewoon van, ay Gil, Milop Gil. Ik zie het. En hier laat je zien hoe je echt bent. Want je zegt een paar toffe dingen hoor. Want niet, ik vind het mooi, ik heb een paar mensen ontmoet in Suriname, die vrouwen die ook zo vooruitstrevend denken en anders denken. Want je denkt open, je denkt van, mi charingo naar een bordel, ay kies. Sommige mensen denken, wow, heavy, maar dat is de open-minded, dat is om je relatie gezond te houden. Yeah. Weet je wat een dame mee heeft gezegd? En mijn promo dit om in elkaar alleen lik van je doen, maar ik vond dat tof wat ze zei. Dus zij zegt, Luko, mino ready voor kinderen. Er zijn een paar dingen die ik wil doen. Ik vind dat je een kind moet gaan maken met een vrouw die dat ook wil. Yeah. En Timmy ready, maken wij kinderen. En dan zijn ze allemaal van ons samen met die vrouw. Hier in Suriname heeft een vrouw me dat gezegd. Moet kunnen. Asanak Mitak, dat is. Ik vond het gangster. Ja, het is gangster. Ik werd een beetje verliefd naar die uitspraak. Ik weet niet of ik zo ver zou kunnen gaan, maar ik begreep er ook. Begrijp je? Nee, dus eigen. Atak van, jij zou een toffe vader moeten zijn, man. Je moet een kind hebben, man. Maak eentje met een vrouw die het ook wil. Timmy ready maken wij ook. En dan gaan we kijken hoe we dat gaan regelen, maar komt goed. Ja. Ik vond, dat is jouw type, dat is jouw tribe, jouw type vrouw die open staat van dingen en meedenkt en realistisch naar dingen kijkt. Ja. Ja, dat moet kunnen. Leuk om te zien dat ook zulke vrouwen in Suriname zijn. Milop ben vaarlijk. Ja. Hey, we hebben hier over de liefde gesproken en lekker diep ook, maar je doet veel toffe dingen. Je hebt een moederdag ding, wanneer dit wordt uitgezonden is dat misschien al geweest. Maar het is wel leuk om even over te hebben, want wat is dat moederdag ding wat je hier doet? Een project waarmee je bezig bent? Het is een project, het is een tv-programma, Because We Care. Mm-hmm. Eigenlijk ben ik er toen mee begonnen, bij mijn vorige werkplek. Mm-hmm. En op een gegeven moment, het is een project dat vanuit mijn hart komt. Ja, wat doen jullie daar? We gaan naar moeders in echt, en dan bedoel ik echt minder bedeelde situaties. Ja. Meestal heel erbarmelijke omstandigheden. Mm-hmm. Met de hulp van de sponsoren kregen ze dan een pakket. Mooi, maar wel man. Met een... geen pakket voor een paar dagen, maar het is een pakket waarmee ze een tijdje vooruit kunnen. Ja, ja. Toch? En het, omdat het ook een tv-programma is, hoor je ook de verhalen achter zo'n persoon. Hoe is die persoon in die positie situatie terechtgekomen. Ja. Dat, dus dat is om het programma een volume te geven. Mm-hmm. We hebben, het programma is heel goed bekeken, altijd geweest. Ja. We hebben ook enorm veel sponsors ervoor, grote sponsors. Mm-hmm. Maar er is ook wel kritiek op, want sommige mensen vinden van als je geeft, moet je niet laten zien, camera, dit, dat. Men vergeet dat het altijd een televisieprogramma is geweest. Ja. Want ik heb een stichting. Mm-hmm. En we zijn vaker met projecten bezig die niet gefilmd worden. Juist. Maar dit is een tv-programma en dat verschil moet je wel kennen. Nou, ik ben blij dat het wordt gemaakt. Het is mooi om te zien en die verhalen ook. Ja. En het zal jou ook even de emotionele slag heel op vaak, jou, elke keer als je het maakt. Ja, toch? Want soms zie je dingen waarvan je denkt, en dat, laat me het zo zeggen. Ik ben niet zo snel emotioneel. Mm-hmm. En ik raak niet zo snel emotioneel van situaties, maar dat komt gewoon ook omdat ik zelf in mijn jeugd ook hele moeilijke situaties heb gekend. Dat daar heb ik in mijn boek ook uitvoerig over geschreven. Ja. Dus je moet, iets moet wel van dusdanige aard zijn om mee te triggeren. Ja. Dus als je ziet dat ik emotioneel word, dan kan je weten dan, van... Dan heb je echt geraakt. Ai. Want je hebt eelt, het leven heeft je eelt gegeven. Je kan wel wat handelen. Ja. Want dit komt voort uit, vertelde je me, omdat jouw moeder, je hebt je moeder niet meer? Nee, mijn moeder is overleden toen we in Nederland waren. Ja. Kort gezegd, in een nutshell. En we zijn toen naar Suriname gehaald. Eigenlijk draag ik de naam Eik. Maar mijn biologische vader kende ik niet. Ja. Die heb ik leren kennen toen ik 25 was. Mm-hmm. Maar er zijn toen wat dingen gebeurd. Dat is niet meer belangrijk om erop in te gaan. Ik mag het niet zo zeggen. Je mag het zeggen hoe je wil. Gilly's Love Line. Ik wil niemand opfokken. Mm-hmm. Dus dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ook niet met het boek. Ja, dat boek was meer om te vertellen wat er is gebeurd, toch? En doordat die dingen gebeurden, ben ik uiteindelijk weggelopen van huis. Mm-hmm. Kwam ik echt op straat terecht. Ik heb bij de Spanhoek geslapen, bij Telesuur. Ja, ja. Dat was mijn slaapplaats, de hele tijd. Ja. Weet je? Ik kwam uit het ziekenhuis met mijn eerste dochter en ik had geen plaats om te slapen. En dan leefden jullie op straat met je eerste dochter? Op straat, ja. Hmm. Dus dat is de situatie een beetje. Op straat is ons ook heel wat overkomen. Dat is ook de reden waarom ik niet van mezelf Een vrouw of een meisje met een kind op straat.
Ik kan me voorstellen wat je kan overkomen. Ja. Ja. Dus, maar nu zitten we hier. Juist. En nu zit ik in een positie waarbij ik anderen die in een dergelijke situatie zijn of verkeren wel een helpende hand kan toereiken. Ik kan misschien niet iedereen helpen. Juist. En het gaat niet om de hoeveelheid, maar het gaat wel om dat je tenminste het gebaar maakt wanneer je het wel gebaar, kan. Ja. Zo. Ja. Ja, tof. Je zegt het even snel, maar ik kan me dan een hele hoop voorstellen. Ja, en dan begrijp ik ook dat je zegt van, als je me dan geëmotioneerd kan, ik heb veel gezien, veel meegemaakt. Ja. Nou, dat zeg wat. Nee, ik vind dat dat een van die dingen is die je moet gaan checken van Gail. Maar check Gail sowieso. Ja, op YouTube kunnen we dingen van je zien, maar waar kunnen we je zien? We willen je volgen, waar kunnen we je zien, waar moeten we zijn? Het meeste ben ik toch op Facebook bezig. Ja. Omdat ik hou van schrijven, hè. Ja, dus dat is gewoon Gail. Je schrijft ook dan? Ja, ik schrijf heel veel op Facebook. Ja. En ik probeer wel zoveel mogelijk om positieve dingen, want social media is de laatste tijd niet eens echt leuk meer. Nee, een heleboel alleen negativiteit. Maar, en dan draait het ook weer, at your like. Klopt, at your like. Een tijdje wilde ik eraf. En toen heeft iemand iets moois tegen me gezegd en ze zei, om jou volg ik Facebook nog. Ja. En toen dacht ik, ik kan niet weg. Om tussen al dat ruis? Ja, heb je positiviteit. Heb je jou nog? Want ik zet altijd positieve dingen. Er zijn nog een paar mensen hoor, bij wie je echt altijd positief. Je gaat nooit iets negatiefs zien. Ja. Ik heb er ook voor gekozen. Ja, bewust. Bewust. Weg te blijven van. Ja, over vroeger maakte ik de fout om ook alles van mezelf op Facebook te zetten. Dat doe je niet meer. Ja. Als je nu op mijn Facebook gaat, ga je zien, je gaat leuke dingen zien. En meestal hele motiverende teksten. Ja. Of dingen die ik heb meegemaakt. En waar ik een les echt gedichten, want ik hoef van dichten. Ja. Weet je, dus dat schreef ik allemaal. Tegenwoordig gaat alles wat je op Facebook zet ook naar Instagram. Ja. Dus. Oké, dus op Instagram kun je ook volgen. Ja. En dat is wat. Gewoon Gail Eyck, no? Ja. Zoek Gail Eyck op. Je ziet, leuke vrouw, interessante vrouw. En je boek moet je ook checken, want daar is het hele verhaal. Ja. Het is als e-book nog verkrijgbaar. Sowieso in Hoe Nederland. Heet het? Tranen voor mijn horizon. Tranen voor mijn in horizon. In Nederland is het sowieso nog te krijgen via bol.com en zo. Hierbij, ik weet niet of Vaco het nog heeft hoor, maar ik denk dat als ze het niet hebben, dat je het wel kan bestellen. Oké. Genoeg als je geïnteresseerd bent in Gail en je kende haar nog niet, maar al ken je Gail. Er zijn meer kanten aan Gail, zoals je hier hebt gehoord. En je kan het dus gaan opzoeken. Leuk dat je bent geweest, man, Gail. Ik wil zeggen, ik gauw van je. Dat is hoe we gaan eindigen. Want we zeggen het snel hier, toch? Ja, we zeggen het snel. Dus dat is wat we vandaag hier zeggen tegen jou. Hey, check Gail. Ik zal in de omschrijving hier onder de video even laten zien waar je alles van haar kan vinden. Maar hey, support ook mij. Abonneer op dit kanaal. Kijk wat voor verhalen hier droppen. En allemaal uit ons hart. Alleen dat al maakt de moeite waard. En je support het door ook te liken de video. En share het. Spread the love. Deze lobby movement willen we verspreiden zoveel mogelijk. Daarom ben ik helemaal naar Suriname gekomen. En gelukkig heb ik dat gedaan. Because I'm having a good time. Hey, zoals ik elke aflevering zeg. If it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je graag bij de volgende date. Yeah. Nice. Like. We love Gail. Ja, leuk man, dankjewel nice. Man. Toch?